Er is een ziekte die zich verspreidt via seks. Dus als u niet altijd seks hebt met dezelfde partner, loopt u een risico. Het is een ongeneeslijke ziekte. De naam is AIDS. Deze brochure vertelt u hoe je AIDS kunt voorkomen. Vrij veilig. Stop AIDS. Zeg kerel, hoe maak jij toch altijd die mieterse sausjes van je? Leuk hè? Enig. Liep pizza nog uitjes. Heb je absoluut nodig, maar kun je alleen krijgen op de markt in Maastricht voor negenen. Peterselie, dat haal ik bij mijn mannetje in Lemteren. Verbouwt het speciaal op Perkenbos humus. Doorroeren met een drietandig silmetavorkje. Nooit zilver. Au bain-marie opwarmen en antichambreren 2 dagen in een dubbel geblindeerde halfkoude kelder. Of je neemt gewoon een zakje duivenstipsaus. Ja, begrijp je? Een zakje dipsaus. Ja, volledig. Mildred, wat zie je er leuk aan? Mixen van duivis, een unieke smaak in een klein zakje. De situatie is weer ideaal. 1. Mijn prachtige vrouw in een gebruikte wagen. En 2. Het BOVAG-garantiebewijs waar je altijd naar moet informeren. Als daar geen leuke slogan in zit, is even denken. Vergeet vooral niet bij een gebruikte wagen. Ja, wagen, ja. Naar het BOVAG-garantiebewijs te vragen. Ja, wagen vragen, ja, dat is niks. Eens even denken. Nou, mijn mama zegt het ook. Eet jij nou maar lekker iedere dag je danoontje. Want daar word je een hele grote meid van. Vergat mijn mama ze toch bijna. Snap je nou zoiets, stomme? Danoontje, daar groeien kinderen van. Verre landen, nieuwe zaken. Dan kom je op vreemd terrein. Exportcontracten, betalingsverkeer. En hoe je met elkaar omgaat. Gelukkig heb ik een bank met kantoren in alle landen waar ik zaken doe. Ze spreken mijn taal, wijzen me de weg, zodat ik nooit voor verrassingen sta. Nou ja, bijna nooit. Ik ben bij de ABN. Sinds mijn zoon rechten studeert, heel veel vriendinnen. Zij houden van mijn lijst. Oh, Lisa-lijst. Oh, Lisa. Nee, pa. Oh, Lisa-lijst. Ja, oh, Lisa-lijst. Nee, oh, Lisa. Ja, oh, Lisa. Oh, Lisa. De reis van de kenner. Dat is beste kaas, hoor. Nou. Maar hij wil niet best smeren. Daarvoor moet je ons kaasje hebben. Goudkuipje. Dat is hele lekkere kaas. Dat is echte kaas. Dat is de slimste kaas. Ere, kaas uit het kuipje. Komt er gisteren een klant in mijn winkel, wil een proefritje maken. Op een Batavus. Wou wel eens weten of hij echt zo lichtlopend en oersterk is. Of hij echt stootvast is, zo'n Batavus. Keurig type, dus ik denk, oké. Komt hij pas een uur later terug. En wat zegt hij? Prima, maar heeft u geen groene? Batavus, kwaliteit onder alle omstandigheden. Dus je bent al over een kwartier? Nee, wij hebben al gegeten. Maar wat wil je? Macaroni, nasi of bami? Nou, bami? Met de honig 1-persoonsschotels heb je in een kwartier een heerlijke maaltijd. Vleesbraden, water en de 1-persoonsschotel erbij, één versudderen en... Hoi. Voilà. Nieuw, honig 1-persoonsschotels. Makkelijk en overheerlijk. Alsjeblieft, de rekening. Het is niet goedkoop, mevrouw. Wel ja, er kan nog meer bij. Uw wasmachine is kapot gegaan door hard water. Kijk. Dit is kalkaanslag. Is daar iets tegen te doen? Ja, met kalgon bij elke wasbeurt. Dit verwarmingselement is totaal verkalkt. Met kalgon voorkomt u deze kalkaanslag. Nou, ik gebruik voortaan kalgon. Terecht. Wasmachines leven langer met kalgon. Wil je? Nou ja, ik kan ook geen nee zeggen tegen lekkere dingen. Ja, jij. Ik heb gisteren tagliatelle di mare gegeten. Een heerlijke Italiaanse visschotel. Met stukjes kabeljauw. Mosselen.
garnaaltjes en een verrug. Ga me een beetje lekker zitten maken. Dat is net iets voor jou, zo'n thuismenu light. Lekker en toch maar 300 calorieën. Het is een uitvinding. Hier, ik vind Peter ook vast lekker. Nou, het zal mij benieuwen. Het ruikt in ieder geval lekker. Thuismenu light van Iglo. Overtuig jezelf. Heel lekker. En licht.